Hey, hallo, daar ben je weer. Welkom bij deze tweede video over de lock-in versterker. In de eerste video hadden we naar de basis gekeken en nu zullen ze wat nieuwe trucjes leren die de lock-in versterker nog meer tot zo'n wonderbaarlijk instrument maakt dan het al is. En in essentie, eigenlijk wat we tot nu toe eigenlijk altijd gedaan hadden, we hadden een stimulus. Lees de lichtintensiteit, de golflengte, de stroom, de temperatuur enzovoorts. En die hadden we gemodelleerd, sinusoïde, rond een gemiddelde waarde. Dat hadden we dan aan een systeem met een sensor gevoerd. Hier heb je zo'n systeem met zo'n sensor. En uit die sensor kwam dan een gemodelleerde spanning, uitputspanning. Die hadden we dan aan onze lock-in versterker gevoerd en dan daarna hadden we onze zwarte magie gedaan. Maak je geen zorgen. Ik zal je straks nog een speakbriefje maken van alle belangrijke dingen uit de eerste video die je voor deze video nodig zult hebben en hier en daar ook nog iets aanvullen als je het goed vindt. Ja? Nou, wij waren eigenlijk begonnen te kijken vanaf de sensor. Ja? Maar natuurlijk zit daar het systeem en die sensor voor. En die doet ook iets belangrijks. Ja? Je kunt je voorstellen dat de globale gevoeligheid van dat systeem sensorblokje niet voor alle stimuli even groot is. Dus als ik het anders zou zeggen, dat de spanning die er uit de sensor komt, als functie van de grootte van de stimulus, niet een rechte lijn is. Die helling is niet constant, dat hoeft niet. De gevoeligheid is de helling, dat snap je. Dat zou best een gebogen lijn kunnen zijn. En dat gaat consequenties hebben. Waar we wel van uitgaan, is dat de lokale gevoeligheid, dus als ik mijn stimulus modelleer om een gemiddelde waarde, dat ik die modulatie zo klein kan nemen dat lokaal die gevoeligheid wel als een rechte lijn te benaderen is. Zodat het wel zo is dat een sinus in een sinus uitgeeft. Dus die helling op dat plekje, voor de grootte van die gemiddelde stimulus, die is belangrijk. We zullen namelijk ontdekken dat de output van de lock-in versterker niet alleen evenredig is met de amplitude waarmee je moduleert, maar ook met die helling. En dat laat toe dat de lock-in versterker een nieuw arsenaal aan trucjes krijgt. Je kunt het bijvoorbeeld verschrikkelijk goed gebruiken voor resonantieverschijnselen. Resonantieverschijnselen, denk daar bijvoorbeeld ook aan spectroscopie. Ja? Een lock-in versterker is een instrument bij uitstek om de resonantiefrequentie mee te bepalen. Omdat het dat zo goed kan, onder andere, is het ook een ideaal instrument voor feedback systemen. Als voorbeeld zullen we hier bespreken hoe je een diodelaser lokt op één specifieke frequentie. Dat kan met een lock-in versterker. Ja? En als laatste zullen we hier nog een volwassen experiment bespreken waar je die lokale gevoeligheid gebruikt, het Faraday-effect. En maak je geen zorgen, ik zal je het Faraday-effect introduceren. Ik zal je zelfs een demonstratie-experimentje van dat Faraday-effect laten zien. Maar door de kracht van de lock-in versterker is dat langzamerhand bijna een standaard-experiment geworden wat je studenten kunt laten doen. Nou, waar slaat ik het plaatje op? Je ziet het, het systeem overreageert, de sensor onderreageert. Je kunt je voorstellen dat dit systeem, een combinatie van systeem en sensor, geen constante globale gevoeligheid heeft. Daar slaat het plaatje op. Oké, all fun apart. Als eerste wat ik nou met je ga doen, is dat speakbriefje maken. En hier en daar zal ik wat extra punten aanvullen die voor dit videootje belangrijk zijn. Zijn we er klaar voor? Oké, daar gaan we. Ja, ons speakbriefje. Een lock-in techniek is een fasegevoelige techniek. Ja, wat deden we? We hadden twee signalen. Een input signaal met een zekere frequentie hoofdletter omega, of kleine letter omega, en een referentiesignaal met een zekere frequentie hoofdletter omega. En tussen die twee laten we een faseverschil tussen vier. Denk aan een fasegevoelige detectie. Wat we dan vervolgens deden was die twee signalen met elkaar vermenigvuldigen. Nou, eerst als de frequenties kleine omega en grote omega niet hetzelfde zijn. Dan gaf het ons twee quotients termen. Er ontstonden, zoals je wil, beats. Eén term, die oscilleerde met de somfrequentie, omega plus
omega. En één term oscilleerde met een verschilfrequentie. Dat betekent dat als ik, het zijn periodieke signalen, oscillaties, dus als ik daar het tijdsgemiddelde van neem, vallen ze weg. Dus gemiddeld nul. Nou doe ik datzelfde als die twee frequenties wel aan elkaar gelijk zijn. Kleine omega gelijk aan grote omega. Weer dezelfde wiskunde. Nu heb ik nog maar één oscillerende term over. Die van de somfrequenties. Die van de verschilfrequenties is eigenlijk een constante term geworden. Evenredig met het faseverschil tussen het inputsignaal en het referentiesignaal. Een DC-component en een AC-component. Mijn bordje is vol, ik moet het even opnieuw opschrijven. Hier, dat was die term waar we gebleven waren. Hè? Een DC-component en een AC-component. Als we nou op een of andere manier in staat waren de DC-component uit te filteren. Ja? En daarnaast ook een methode hadden de fase aan te passen. Zodat het faseverschil tussen referentiesignaal en inputsignaal nul zou zijn. Dan zouden we in staat zijn die term V0, waarmee we oscilleerden in oorsprong, de amplitude waarmee we oscilleerden in oorsprong, te meten. Nou, hoe tillen we de DC-component eruit? Dat doen we door te middelen over een lange tijd. Ja, dan, die quotient is oscilleerd, het gemiddelde daarvan is 0. Hè? Dus wat we eigenlijk moeten hebben, dat 2 omega keer tau veel groter is dan 1. En wat is een veilige marge? Hè? Dat is veel groter dan 5. Dan zit je veilig ongeveer. Nou, dat middelen over de tijd is eigenlijk hetzelfde als een low-pass filter. Met een goed afgestelde cut-off frequency. Ja, dus daarom zie je ook vaak in plaats van het woord middelen over tijd, hè, op je lock-in versterken, quotient in tijd, hè, de schema's low-pass filter staan. Dat is de reden. Nou, hoe kun je de fase aanpassen? Dat doe je door door de lock-in versterken elektronisch bij het referentiesignaal een extra faseverschuiving op te tellen. Dit laat toe dat we metend op deze manier alle frequenties anders dan hoofdletter omega kunnen onderdrukken. Dan houden we nog alleen maar het signaal over met de frequentie omega. Dus als het ware hebben we een filter gemaakt, heel selectief, voor die frequentie hoofdletter omega. Alle andere signalen verdwijnen. Ook ruis die fluctueert met deze frequentie, die zou je kunnen hebben, hè, wordt nu onderdrukt. Dat komt omdat ruis over het algemeen een faseverschil heeft wat afhangt van de tijd. En dat middel je dan ook weg. Dus op deze manier kun je dus letterlijk precies dat signaal wat die frequentie omega heeft tussen alle andere fanfaren er tussenuit trekken en heel gevoelig alleen dat signaal meten. Dat is wat we tot nu toe al gezien hadden. Oké, laten we nog één keer naar dat schema kijken. Dus ik had een inputsignaal en een referentiesignaal. Als eerste haalde ik het referentiesignaal door een faseverschuiver. Zodat na die faseverschuiver het faseverschil tussen het inputsignaal en het referentiesignaal nul is. Vervolgens vermenigvuldigde ik het inputsignaal met het referentiesignaal. Dat is wat hier gebeurt. De laatste stap, dat was dat low-pass filteren. Dat was eigenlijk dat integreren over de tijd. Daarna ging ik integreren over de tijd. Dat is wat hier eigenlijk stond. Dan had er natuurlijk ook nog een versterker, amplifier. En het uitgangssignaal was dan evenredig met de amplitude van het inputsignaal gedeeld door wortel 2. Als de fase 0 is, anders stond er nog een quotient phi. Waar komt die wortel 2 vandaan? Dat is een RMS-waarde, dat weet je nog. Hè? Okay. Dat was in essentie het schema. En misschien staat er nog iets in wat je een beetje verbaast. Hè? Hier staat nog die condensator tussen. De rol van die condensator is dat ons inputsignaal kan natuurlijk ook een DC-component hebben. Deze condensator houdt die DC-component tegen. Het enige wat je dan nog overhoudt is de AC-component. Daar is hij voor.
En dan heb je ook nog die versterkere. Of ik heb, teken hem hier voor de multiplier. Hè. Maar vaak zit er, gaat dat in fase. Dan zit er een stukje voor de multiplier en een stukje achter de multiplier. Maar dat zijn details. Nou, wat in onze theorie belangrijk is, is dat dat referentiesignaal echt sinusoïde is. En hoe doet de lock-in versterker dat? Hij gebruikt niet zozeer het referentiesignaal direct, maar creëert een intern referentiesignaal, hè, wat precies dezelfde fase en periode heeft als het aangeboden referentiesignaal. Zo doet hij dat. Ja, dat was in essentie ons schema. Vervolgens hadden we gekeken dat er inderdaad twee types zijn. Laten we even buiten beschouwen. De core van dit apparaat is die multiplier, die vermenigvuldiger, demodulator. Dit zijn over het algemeen lastige apparaten om analoog te maken. Nou, nu zijn er een paar goedkope oplossingen. Ja, dus dit is de reden waarom lock-in versterkers zo duur zijn. Eén goedkope oplossing is het digitaal, dus goedkoop tussen aanhalingstekens. Hè. Het nadeel daarvan is, dan zit er een DA of een AD converter tussen, hè, en dat heeft dan een zekere gevoeligheid. Hè. En deze gevoeligheid beperkt dan ook meteen de gevoeligheid van je instrument. Dat is de ene oplossing. Een oplossing die je vaak bij oudere modellen ziet, is dat ze in plaats van te multiplyen, dus letterlijk met een sinus te vermenigvuldigen, het signaal periodiek van teken laten omslaan. Dus in het, als je zou willen, als referentiesignaal zo'n blokgolf nemen. Nou, het nadeel van een blok is dat die hele scherpe hoek heeft. Een scherpe hoek is het referentiesignaal zorgt voor dat je de hogere harmonische niet onderdrukt. Dat zijn de goedkope oplossingen. Normaal zijn goedkoop tussen aanhalingstekens. Lock-in versterkers zijn niet goedkoop. Maar nu snap je in ieder geval waarom lock-in versterkers niet goedkoop zijn. Zo'n multiplier is lastig analoog te maken. Dus ik had een input signaal W0 sinus omega t plus 4 plus een hoop ruis. Hè? Ik had een referentiesignaal met dezelfde frequentie omega. En phi is het faseverschil met dat referentiesignaal. En uit mijn lock-in versterker kwam dan een V0 cosinus phi. Dus ik kan met de lock-in versterker zowel de V0 als de fase phi meten. Zie je dat? Dat was de clue. Nu, meestal, hè, de experimentator stelt de fase zo in dat die 0 is. Zodat het uitgangssignaal evenredig is met V0. Nu zijn de meeste lock-in versterkers gecalibreerd. Zo, daar komt niet zozeer V0 uit, maar de RMS-waarde. En dat scheelt precies een wortel 2. Ja, dat dus. Ik hoop dat het weer langzaam bij je terug aan het komen is. En nu gaan we verder. In de echte wereld. Ja? Dus ik had een stimulus. Ja? S van T. Die is over het algemeen sinusvormig. In sinusvormige ondergemiddelde waarde. Hè. En die stimulus kun je voorstellen, dat is bijvoorbeeld de stroom. Hè. Ik kan de stroom fluctueren onder gemiddelde waarde, magneet fluctueren onder gemiddelde waarde, de lichtintensiteit. De lichtintensiteit fluctueert onder gemiddelde waarde, de golflengte. Je verzint het maar. Die stimulus die voer ik aan het systeem en de sensor. En die sensor gaf mij dan een spanning, hè, die een functie was van die stimulus. En die spanning die voer ik dan aan mijn lock-in versterker. En als referentie nam ik diezelfde sinusvormige stimulus. Ja, dus de oscillatie die wij met de stroom mee oscilleerden, dat was mijn referentie dan ook. Ja. Nu hopen we dat die spanning die uit onze sensor komt ook sinusvormig is. Ja, zoals ik het al opmerkte in de introductie, hè, dat hoeft dus niet. Hè. Dat is alleen maar zo als de
lokale gevoeligheid, zo had ik dat genoemd, hè, van het systeem en de sensor op de stimulus, lineair is. Ja, dus lokaal dat die grafiek recht is, had ik al woorden gezegd. En straks ga ik dat explicieter maken. Het hoeft dus niet zo te zijn. We namen dus aan dat het in ieder geval lokaal waar was. En dat is een redelijke aanname. Dus als dit mijn stimulus is, hè, die S is de gemiddelde waarde waarom ik verander, die A is de amplitude dat ik verander, dat ik die A zo klein kan kiezen dat de respons van systeem en sensor lineair is. Dat de gevoeligheid constant is. Sinus in, sinus uit. Maar die gevoeligheid kan dus voor iedere S-bar, iedere gemiddelde waarde van S, hè, anders zijn. Hè? Dat is wat ik aanduidde met die globale gevoeligheid. En dat zal het ook zijn. En dat heeft consequenties. Voordat ik doorga, laat ik dat wat ik steeds in woorden zeg ook even in een plaatje zeggen. Dat zal een hoop van jullie helpen, denk ik. Nou, wat zei ik ook alweer? Ja? Op de horizontale as staat de grootte van de stimulus en op de verticale as staat de respons van de sensor. En ik neem hier bewust een curve die niet recht evenredig is. Dus globaal heb ik geen constante gevoeligheid. Dus als ik een inputsignaal hier in dat steile stukje neem, dan krijg je een enorm uitputsignaal. En als ik dat hetzelfde doe in dat vlakkere stukje hier, is het signaal wat eruit komt veel kleiner. Zie je dat? Dat effect. Dus de gevoeligheid bij die laatste curve is lager dan de gevoeligheid bij die eerste curve. Nou, wat is de gevoeligheid? Dat is de lokale helling. En waar we nou van uitgaan, is dat ik die A zo klein kan kiezen, dat die helling bij benadering constant is. Dat klopt hier al heel redelijk. Zie je dat? Wat is de gevoeligheid? Dat is deze helling. Die paarse hellingen die ik hierin teken. En die zijn dus voor verschillende waarden van die gemiddelde S, die S-bar, verschillend. Hè? In het midden is die veel gevoeliger dan aan de flanken. Daar heb ik het steeds over. Nou, dit heeft gevolgen. Het output-signaal van de lock-in versterker gaat straks ook evenredig zijn met die gevoeligheid. Dit is in een plaatje weergegeven, wat ik nou tot twee keer toe in woorden weergeef. Hè? En misschien zijn woorden niet het beste middel daarvoor, is dit plaatje veel duidelijker. Hopelijk helpt je dit. Oké, ik zeg hier zo makkelijk, hè, dat het uitgangssignaal van de lock-in versterker dan ook evenredig moet zijn met die gevoeligheid. Die lokale gevoeligheid in die gemiddelde S. Hoe kan ik dat makkelijk zien? Oké, dat was een stimulus. Hè? Dat is dan het signaal van de sensor. En wat ik nou ga doen, is ik neem hier een eerste orde Taylor benadering van. Weet je nog? Dus ik had de constante term in S. Hè? Ik vul voor plus de verandering. Een keer de afgeleide, zie je dat? Op deze manier. En die delta S, dat gaat straks mijn A sinus omega T zijn. Ja? Dat is een eerste orde Taylor benadering. Nu doe ik het netjes. Hè? De afwijking is dat in de orde van delta S in het kwadraat. Dat is de Taylor benadering, dus ik streep deze term weg. Hè? En de delta S heb ik alweer vervangen door A sinus omega T. Ja, ik oscilleer om die S-bar heen. Hè? Zie je dat? Dus ik hou dit over. Nou, die condensator die aan het begin van de ingang staat van de lock-in versterker zorgt dat ik deze term al kwijt ben. Dus wat ik overhoud is dit. Ja? Dus die, in plaats van alleen maar die A zoals ik dat iedere keer in een voorfilmpje had, is daar nou die DV in, DS in S-bar bijgekomen. En waar komt die wortel 2 dan vandaan? Die wortel 2
is je RMS-waarde. Ja, zo had ik mijn lock-in versterker gekalibreerd. En wat ik nou zie is dat mijn lock-in versterker aan de ene kant recht evenredig is met de modulatieamplitude, hè, maar ook de recht evenredigheid met de afgeleide van de respons van de systemen, hè, dus de gevoeligheid in S-bar. De gemiddelde waarde van S. Is recht evenredig met beide. Ja? Klik. Oké. Okay. Maar nu is de lock-in techniek een fasegevoelige techniek. Dat betekent dat het ons nog iets geeft. Dus mijn grafiek van de sensor-output als functie van de stimulussterkte kan een sterk stijgende lijn zijn. Zo. In dat geval zijn input-signaal en output-signaal in fase. En die fase kan ik meten met mijn lock-in versterker. Als die gevoeligheid aan de andere kant een dalende lijn is, dan zijn mijn input signaal en mijn output signaal precies uit fase. En omdat ik die fase kan meten, kan ik met mijn lock-in techniek bepalen, is dit een stijgende lijn, is die gevoeligheid stijgend, hè? Is de afgeleide groter dan 0, of is de afgeleide kleiner dan 0, is de lijn dalend. Dit kan ik gebruiken. Lock-in versterkers zijn extreem handig bij het meten van fenomenen waar resonantie in voorkomt. Een typisch voorbeeld van resonantie is spectroscopie. Resonantie, hè? Dat is absorptie van licht door het sample, hè? Dat is bijvoorbeeld, hè? Geeft je zoiets. Bij een bepaalde frequentie, gamma 0, zie ik een enorme absorptie. En als ik daarvan afga, stort dat in. Stel voor, dat is dan het signaal wat uit onze sensor komt. Hè? We hebben net gezien dat onze lock-in versterker niet alleen evenredig is met die amplitude, maar ook met zijn afgeleide. Als ik van deze grafiek de afgeleide neem, dan zie ik dit. Dus de afgeleide op de top is 0. Links van de top is hij positief. En rechts van de top is hij negatief. En onze lock-in versterker is evenredig met het linkerplaatje en met het rechterplaatje. Dat betekent voor onze lock-in versterker, net naast de resonantie zal het signaal positief zijn. Net links van de resonantie. Net rechts van de resonantie zal het signaal negatief zijn. En precies op de resonantie zal het signaal precies 0 zijn. Dit maakt het mogelijk met een lock-in versterker resonantiefrequenties heel precies te meten. En dat heeft te maken eigenlijk met de vorm van die resonantiecurve. Hè? Stijgend, en dan een top, en dan weer dalend. Ja? Dat is wat ik net zei in woorden. Oké. Okay. Ja? Dus het bepalen van die resonantiefrequentie. Dat kun je heel goed met de lock-in versterken. Maar niet alleen het bepalen van die resonantiefrequentie, maar ook dit gebruiken om een extreem gevoelig feedback systeem te maken, kan. En van dat laatste wil ik je een voorbeeldje laten zien. Stel voor, ik heb een monochromatische diodelaser. Daar heb je hem. En zendt maar één golflengte uit. Die laser heeft een controller. Hè. En daarmee kun je dus, als je de spanning instelt, dan stel je de golflengte in. En op een bepaald gebiedje zijn spanning en golflengte recht evenredig. Dat is hem. Nu hebben die laserbesturing spanningsbondetje de vervelende neiging te driften.
Dus als ik hem met rust laat, hij zal heel langzaam de golflengte van die diodelaser wegdriften. Dan wil ik iets tegen doen. Ik wil deze diodelaser lokken, laten we zeggen, op een absorptielijn van cesium. Dus wat doe ik? Ik stop daartussen een cel met cesiumdamp. Hè? En dan laat die laserstraal doorheen schijnen. Ja, dat cesium zal een deel van het licht absorberen. Hè? Hier heb je zo'n absorptiecurve, zoals we dat eerder getekend hebben. En wat de clue is, ik heb een absorptieresonantielijn bij gamma 0. En links daarvan is de herring positief en rechts daarvan is de herring negatief. Weet je nog? Dat is wat we net gedaan hebben. Nu koppel ik met een half doorlatende spiegel. Koppel ik daar een stukje licht uit, hè, en dat stuur ik straks naar mijn sensor. En daar zit de lock-in versterker, et cetera, et cetera. Nu wil ik een lock-in techniek gaan gebruiken. Dat betekent dat ik iets moet gaan modelleren. Het wijste om je te modelleren is toch golflengte. Een kleine amplitude, hè? Niet te groot. Dus dat is mijn setpoint, hè, spanning. En daar bovenop zet ik een kleine modulatie. Zie je? Dus nu modelleer ik eigenlijk de golflengte van deze diode leren. Diode laser, sorry. Ja. Het signaal van die uit de detector komt, voer ik aan mijn lock-in versterker. En als referentie neem ik de modulatie signaal. Nu hadden we net geleerd, hè, het signaal, het lock-in versterker, is ook gevoelig met de afgeleide van het plaatje, van die grafiek. Dus als de uitgangssignaal positief is, dan weet ik dat ik een golflengte heb die kleiner is dan gamma 0. En als de uitgangssignaal negatief is, weet ik dat ik een golflengte heb die groter is dan 0. Ja? En als het uitgangssignaal 0 is, zit ik precies op de resonantiefrequentie. Nou, het signaal van de lock-in versterker voer ik aan mijn feedbackbox, hè? En dat tel ik bovenop mijn spanning die ik geef aan mijn laserbestuur. En zo zorg ik dat de frequentie van diode laser, hè, dat de spanning altijd zo ingesteld is dat die in dit geval 894,6 nanometer geeft. Ja, met een hele kleine modulatie erbovenop, hè. Dat moet je wel onthouden, hè, want het is een lock-in techniek. Een kleine modulatie is niet zo erg, hè? Maar naar alle waarschijnlijkheid komt hierachter nog een experiment. Hè? Dat licht heb ik ergens voor nodig. En daar zal ik gegarandeerd ook een lock-in techniek voor moeten gebruiken. Hè? Dan kan ik diezelfde modulatie voor gebruiken. Ja? En zo kun je bijvoorbeeld monochromatische diodelaser stabiliseren. Nog zo'n experiment waar we gebruik maken dat de uitgang van de lock-in versterker ook evenredig is met de afgeleide. We gaan de Faraday-rotatie van licht meten. Misschien ken je de Faraday-rotatie nog niet. Of ken je hem wel, maar is het misschien handig om nog even te halen. Wat was ook alweer Faraday-rotatie? Ik heb een hoeveelheid stof, hè. Dat kan olie, water, wat not zijn. Hè. En dat stoppen we in een magneetveld. En de afstand van de stof door het magneetveld, dat is D, hè. Daar is ons magneetveld. Nu laten we door dat stukje stof, door dat gebiedje met het magneetveld, een lichtstraal. Hier is een lichtstraal. Ja? Die lichtstraal heeft een polarisatie. Als deze lichtstraal door de stof gaat, in het gebiedje waar het magneetveld is, zal de polarisatie draaien. Op deze manier. Zie je hem draaien? Dat is onze lichtstraal. Daar draait hij. Over een hoek theta. En dat draaien van licht door een stof in een magneetveld, dat heet het Faraday-effect. Natuurlijk is hoeveel dat die lichtstraal draait afhankelijk van de sterkte van het magneetveld. En natuurlijk afhankelijk van de dikte van het gebiedje D waar het magneetveld was. Ja? Maar dit effect is ook chromatisch. Chromatisch betekent dat het afhangt van de golflengte. En eigenlijk de oorsprong van dit effect is dat linksom circulair gepolariseerd en rechtsom circulair gepolariseerd een andere lichtsnelheid hebben in de stof in de magneetveld. En dat zorgt voor de draaiing. Het gaat niet om de details hier. Ja? Slechts dat Faraday-effect door een stof, hè, met een magneetveld in de richting van de lichtstraal zal de polarisatie van die lichtstraal draaien. Nou, natuurlijk,
hangt die hoeveel dat draait ook af van de stof waar het doorheen gaat. Ja, olie zal een andere Faraday-rotatie geven dan bijvoorbeeld water. Ja. Dit drukt men in het algemeen uit in constante, de Verdet-constante. Die is dus afhankelijk van de golflengte, ja, en afhankelijk van de soort stof. Deze Verdet-constante, die willen we gaan meten. Belangrijk is expliciet op te merken dat het magneetveld langs de lichtstraal staat. Hè? Dan krijg je die Faraday-rotatie. Okay. De grootte van de hoek waarover de rotatie draait is evenredig met de sterkte van het magneetveld. Ja? De afstand waarover het magneetveld was in de stof en die Verdet-constante. Die Verdet-constante, hè, gewoon om even zeker te zijn, die hangt van alles nog wat af. Is afhankelijk van het soort stof, hè, afhankelijk van de golflengte, afhankelijk van de temperatuur. Ja? Nou, nu moeten we een conventie introduceren. Je kan een positieve en negatieve Verdet-constante hebben. Ik kan naar link met de klok meedraaien of tegen de klok indraaien. Maar met de klok mee of tegen de klok in hangt het alleen maar af van welke kant je kijkt. Hè? We kijken altijd in de richting van de lichtbron. Zo definieer ik met de klok mee of tegen de klok in. Dus zo'n situatie is ons sample weer, lichtstraal, optische as. Magneetveld is in de richting van de lichtstraal. Hè. Kijkend in de richting van de lichtbron draai ik tegen de klok in. Dat geef ik een positieve Verdet-constante. Ja, merk op dat de lichtstraal en de B in dezelfde richting wezen, niet tegen elkaar. Andersom, hè. Zo. Daar is die lichtstraal weer, magneetveld. En nu draai ik met de klok mee. Ik probeer het aan te geven waarop je hem kunt volgen. Ja? Dat geef ik een negatieve Verdet-constante. Ja, dat is de conventie die we aanhouden. Ja? Nogmaals, hè, lichtstraal en magneetveld wijzen in dit geval dezelfde, de parallel aan elkaar. Niet antiparallel aan elkaar, om het zo maar eens te zeggen. Oké, okay. Allemaal leuk en aardig, hè? Mooie theorieën. Kunnen we dit Faraday-effect ook zien? Ik heb wat lopen zoeken en ik denk dat ik een manier heb gevonden om het experimenteel te laten zien. Op een houtjes-touwtjes manier. Dat gaan we nou eerst doen. We beginnen met twee polarizers onder 90 graden met een lichtstraal erdoorheen. Ik heb hier die twee polarizers en eerst hou ik de polarisatierichting in dezelfde richting. Je ziet, er komt relatief veel licht doorheen. Nou, langzaam draai ik de polarisatierichting van één van die polarizers. Je ziet, er komt steeds minder licht doorheen. Tot er geen licht meer doorheen komt. Stel je nou eens voor, ik zou daar een stof tussen stoppen die de polarisatie van het licht wat er doorheen komt een beetje zou draaien. Dan zou er plotseling weer licht doorheen gaan. Die stof in ons geval, dat is de Faraday-rotatie geïnduceerd door het magneetveld. Dus als er een Faraday-rotatie is, komt er plotseling weer licht doorheen. En als het er niet is, komt er geen licht doorheen. Dat is de truc van dit experiment. Nu, zoals altijd, is de wereld niet perfect. Als ik een hele felle lamp neem, zie je, dan kruipt het nog stiekem, piept er nog een heel klein beetje licht doorheen. Dit komt, ondanks dat de polarizers heel goed zijn, ze niet perfect zijn. En natuurlijk de beetje houtjes-touwtjes manier dat we dit aan het doen zijn. Terug naar onze opstelling. In het lichtpad tussen de twee polarizers plaatsen we het medium waarvan wij de Faraday-rotatie willen observeren. Het enige wat nu nog ontbreekt is het magneetveld in de richting van de lichtstraal. Hiervoor gebruiken we een spoel van een paar duizend windingen en daar laten we een stroom doorheen lopen van ongeveer 1,5 ampère. Dit is onze uiteindelijke opstelling. Licht komt eerst door de eerste polarizer, dan gaat het in de vloeistof, gaat langs de as van de magneet, ondervindt een Faraday-rotatie in dat gebied waar het magneetveld is. En dan treedt het uit en dan gaat het door een tweede polarizer die onder 90 graden staat. Als de Faraday-rotatie inderdaad aanwezig is, komt er meer licht uit als het magneetveld aanstaat dan als het uitstaat. Het aan- of uitzetten van het magneetveld gaat relatief makkelijk met een schakelaar, waardoor de stroom gaat lopen of juist niet gaat lopen. En dit is wat je ziet. Kijk eens wat een verschil het maakt of het magneetveld aanstaat of uitstaat. Herinner je, onze polarizers zijn niet perfect. Als ze op elkaar liggen, 90 graden op elkaar, lieten ze nog steeds een heel klein beetje licht door. Dit zou ongeveer overeenkomen met een Faraday-rotatie van een paar graden. Maar wacht eens even, zou je kunnen zeggen. Dit is olie. Olie zijn lange moleculen. Je zou je soort liquid crystal-achtig effect kunnen hebben.
Hoe weet je zeker dat het dat niet is? We zullen demonstreren dat we het ook in andere stoffen kunnen waarnemen. Die hebben dan wel een kleinere Verdet-constante dan olie, maar we zien het daar ook. De andere stof die we gaan bekijken is water. Voilà, dit is water. Je ziet het effect bij water ook. Het is wel niet zo sterk als bij olie. Hé, maar dat mag, want water heeft een kleinere Verdet-constante. Maar doet het daar wel? Zelfs bij lucht kunnen we het effect waarnemen, al is het niet zo sterk. Op een manier is dat begrijpelijk, de dichtheid van lucht is vrij laag. Hè? Het kleine Verdet-constante, maar je ziet het effect wel. Ook het effect in glas is nauwelijks goed zichtbaar, in ieder geval met deze houtjes-touwtjes opstelling. Aan de andere kant, als het niet puur glas is, maar iets toegevoegd is, zo in deze neodym glas laser rod, hè, dan zie je dat het effect weer substantieel is. Al deze stoffen hebben dus een andere Verdet-constante. Een andere grootte van de Faraday-rotatie bij hetzelfde magneetveld en dezelfde dikte D. Om je te laten zien dat de richting van het magneetveld belangrijk is, laten we heel langzaam een hoefijzermagneet in een glas water zakken. Je ziet al, terwijl die zakt, hè, dat het een invloed heeft op het licht. Nu draaien we de hoefijzermagneet voorzichtig en je ziet dat ook dat draaien een effect heeft op de invloed op het licht. Of het lijkt het in ieder geval te hebben, hè. Je moet hier voorzichtig zijn met conclusies trekken. Op een manier is het verrassend dat dit zo goed werkte. Het is maar een houtjes-touwtjes experiment. En voor de velden die je hier verwacht en de dimensies, hè, verwacht je een Faraday-rotatie in de orde van een graad of zo. Hooguit. Verrassend. Toch gaat het niet altijd goed. Als je bijvoorbeeld plastic neemt, hè, plastic verstoort de polarisatie. Dat ging niet goed. Oké. Hopelijk heeft je dit overtuigd dat het Faraday-effect ook daadwerkelijk bestaat en heeft het je wat meer handen en voeten gegeven. Nou, wat is de missie? We gaan een experiment opzetten om die Verdet-constante te meten. Dat is ons doel. Niet zozeer de hoek waarover je het draagt, maar die constante. Hoe doe je dat? Gaat als volgt. Om te beginnen heb je de laserstraal nodig in de polarisatierichting. Die heb ik nu in het vlak naar boven toe gekozen. De hoeveelheid stof, hè, waar ik de laserstraal doorheen laat schijnen. En natuurlijk ga ik een lock-in techniek gebruiken. Dus ik ga het magneetveld om die stof heen, dat ga ik laten oscilleren. Zo op deze manier. De dikte waar die magneetveld is, dat geef ik aan met een kleine d. Deze straal komt uit de stof. Hè, en dan neem ik een tweede polarisatiefilter. Hè, maar daarvan laat ik de polarisatierichting onder een hoek hoofdletter omega gedraaid zijn. Dan zal een Faraday-rotatie optreden. Hè. Zo, daar heb je me, dat is die Faraday-hoek. Ja? En dan komt uiteindelijk een hoeveelheid licht uit die tweede polarizer. Dan heb ik nog een sensor nodig. Als sensor gebruik ik een fotodiode. Als die fotonen uit onze laserstraal op die fotodiode vallen, ontstaan er gat-elektronparen. En als ik de spanning goed aanleg, eigenlijk verkeerd om aanleg op die fotodiode, worden die gat-elektronparen uit elkaar getrokken en ontstaat er dus een stroompje. Dus ik ga van een situatie als er geen foton is van zo goed als geen stroom, en als er licht is, ontstaat er een stroom. De volgende stap is dat ik die stroom nog moet vertalen naar een spanning. Hè? De sensor heeft een spanning nodig. De vertaler voor een stroom naar spanning, dat is een weerstand. Dus uiteindelijk ziet onze schakeling er zo uit. En laat ik dat van die fotodiode nog een keer voor je opschrijven. Dus een fotodiode is gewoon, werkt als een normale diode. Als er dus een foton valt op de junctie, ontstaan er elektron-gatparen. En als ik de spanning gebiased heb, trek ik die elektron-gatparen uit elkaar en ontstaat er een stroompje. Dus ik ga van geen licht, een heel klein stroompje, wel licht, ga ik naar een stroom, verstaling met een weerstand naar een spanning. En die stroom, hè, neem ik aan, is evenredig met de intensiteit van het licht. Dit. Die evenredigheidsconstante moet ik beter. Hoe groot die is, weet ik nog niet. Hè? Die weet ik niet. Dat is onbekend. Nou ja, verstaan met spanning, hè? V is RKI. Dat is hem dus. Dus de spanning die uit onze sensor komt, is evenredig met de intensiteit. En in die evenredigheidsfactor zit zowel de R, de weerstand die ik gebruikt heb, als de beta,
waar ik het net over had. Ja? Even een klein experimenteel dingetje. Hè? Je moet natuurlijk wel zorgen dat de ingangsimpedantie van de meter waarmee je die spanning meet, hè, veel groter is dan de weerstand die je in de schakeling gebruikt. Hè? Dat bepaalt je weerstand. Ik geef je nog twee letters aan. Intensiteit net voor die door de tweede polariser gaat, geef ik het subscript 0. En net na de polariser geef ik geen subscript. Je zult straks zien, ik heb die symbooltjes straks nodig, dan introduceer ik ze hier al. Oké. Het gaat nu om die tweede polariser, dat is denk ik wel duidelijk. Hoe werkt zo'n polariser? Daar gaat de wet van Malus op. In de wet van, dus dit was onze situatie, hè? I0 voor de polariser, I na de polariser. Ja? En er zit een hoek tussen de richting van de polariser en de lichting van de lichtstraal. Hè? Hoofdletter omega min theta. En de wet van Malus zegt dat de intensiteit die uit de polariser komt, hè, evenredig is met de quotient kwadraat van dat hoekje, hoekverschilletje. Ja? En het is dit stukje, hè, wat ervoor zorgt dat de gevoeligheid van onze sensor niet recht evenredig is, niet overal even groot is. Dit is het. Dit is het niet-lineaire deel van de responsfunctie. Dat komt hier vandaan. Ja? Hier moeten we ons straks even op concentreren. Het andere stukje, het vertalen van intensiteit naar stroom naar uiteindelijk spanning, dat is gewoon een lineair stukje. Hè? Daar hoeven we ons niet zorgen te maken. Dat is gewoon een evenredigheidsfactor. Het andere, je ziet mij bij die theta al meteen die B met de haakjes omega neerzetten. Hè? Dat is het ding wat we gaan fluctueren. Hè? Dat is wat ons interesseert. Ja? Ja? Dus nogmaals, hè, die cosinus kwadraat zorgt voor die niet-lineariteit. Nu moeten we ervoor zorgen dat het signaal wat we meten zo groot mogelijk is. Dus ik ga die hoofdletter omega zo kiezen dat dat signaal zo groot mogelijk is. Dus, dit is een schets van zo'n cosinus kwadraat. Hè? Op de horizontale as staat het hoekverschilletje, hoofdletter omega min theta. En op de verticale as staat die wet van Malus als je wilt. Hè? Stel voor, ik kies een zekere hoek tussen de oorspronkelijke polarisatie van de lichtstraal en die tweede polariser. Deze hoek. Ja? Dat is voor theta is 0. Als je wilt. Nu ga ik met mijn magneetveld die theta fluctueren. Links, rechts, links, rechts. Ik krijg dit. Ja? Faraday-effect, hè? Dat is het. En nu moet ik die hoek zodanig kiezen dat de respons, dus wat er achter die polariser uitkomt, zo groot mogelijk is. Voilà, dat wil ik zo groot mogelijk hebben. Je ziet dat ik dat moet doen op het plekje waar de helling van die cosinus kwadraat zo groot mogelijk is. Dat is wat ik wil. En daar waar die zo groot mogelijk is, is onder 45 graden, een kwart pi. Ja? Dat is de reden waarom die tweede polariser onder 45 graden staat gezien vanuit de oorspronkelijke polarisatierichting van de laserstraal. Nou, er is nog een ander dingetje. Je ziet dat er eigenlijk twee signalen zijn. Er is een AC-signaal, die oscillaties die we zien, die gaan we straks met de lock-in meten, hè? En een DC-signaal, een vaste spanning. Die DC-signaal kan ik gewoon met een multimeter meten. Dus dit meet ik met een lock-in, hè? En die DC gewoon met een multimeter. En dan gaat straks blijken dat er iets leuks aan de hand is. De verdekconstante is evenredig met de verhouding van die twee spanningen. Dus mijn lock-in signaal gedeeld door het signaal dat ik meet met mijn multimeter. En die evenredigheidsconstante weet ik. Ja, die wordt een tweede. Dat voel je wel aankomen. Dit heeft met die root min square te maken. Die B weet ik. Hè? En de D, de afstand dat ik door het magneetveld ga, weet ik ook. Ja, dus als ik die twee signalen weet, de spanning van de lock-in, gedeeld door de spanning van de multimeter, hè, kan ik eigenlijk vrij direct die verdekconstante meten. Ik neem hier een voorschot. Ik zal je zo laten zien waarom die relatie opgaat. Oké, nog eens een velletje samenvatten. Wet van Malus, hè.
Dat is die tweede polarizer. Intensiteit voor de polarizer I0. Hè. Intensiteit na de polarizer I. Hè. Wet van Mahler, dat is die Cochin's kwadraat. En die Cochin's kwadraat zorgt ervoor de niet-lineaire respons tussen ingangssignaal van het systeem en de sensor samen. Ja. De diode die daarachter komt, dat gaf mij gewoon een lineaire respons. En daar maak ik me verder niet zo zorgen over. Nou, die theta is het ding wat ik fluctueren. Lock-in moet ik dingen laten oscilleren. Dat deed ik door het magneetveld te laten oscilleren met een zekere frequentie. Dus die theta zal ook fluctueren met een zekere frequentie. Nou, hoe hadden we erachter gekomen dat in die hoofdletter omega het beste 45 graden was geweest? Dat was dit plaatje geweest. Hè. En dan moest ik het punt kiezen waar de helling zo steil mogelijk was. En dat was bij 45 graden. En dan had ik hier, dus dat dus. Hè. En dan heb ik nog een voorschot genomen. Ik had gezegd van kijk, die Verdet-constante is dan niets anders dan de lock-in spanning delen door de DC-spanning. Met een voorfactor. En in die voorfactor zitten alleen allemaal constantes die ik weet. De grootte van het magneetveld, hè. De afstand dat ik door het magneetveld heen gereisd ben. En die wortel 2, dat kwam van de root mean square. Okay. De laatste stap is je deze laatste vergelijking aanpraten. En helaas, daarvoor moet ik het een beetje mathematiseren. Hè. En hoe doe je dat? Ik ga er in eerste instantie vanuit dat die Faraday-rotatie, theta, dat die klein is. Dan mag ik dus een eerste orde telereeksontwikkeling maken. Hè? Van die wet van Mahler. Dus eerste orde telereeksontwikkelingen, eerste orde termen, de theta is 0 in de wet van Mahler. Tweede orde term, neem je de afgeleide van theta, van die uitdrukking daarboven. En theta is 0 keer theta. Plus hoge orde termen die in orde van theta kwadraat zijn. Die gaan we straks verwaarlozen. Oké, nu moeten we het doen. Theta is 0 invullen, geeft ons dit. De afgeleide van een cosinus kwadraat is een cosinus keer een sinus. Vervul ik volgens theta is 0 in keer theta. Zie je hem? Plus de resttermen die ik straks ga vergeten. Nu is mijn blaadje vol. Vers blaadje. Dit was de uitdrukking die we net gevonden hadden. Weet je nog? Laat ik het magneetveld oscilleren met de hoekfrequentie omega. Daarom staat het B tussen haakjes omega. En daardoor oscilleert de Faraday-rotatie theta met frequentie omega. Dus. Ja, dat was de uitdrukking die we hadden. En B van omega was B0 keer de sinus omega t, hè. Deze manier. En ik introduceer een nieuwe uitdrukking theta 0. Nieuwe constante. En in die theta 0, dan maak ik een paars, zit die Verdet-constante die we willen weten. Hè? Daar zit die. Hè? Dus eigenlijk theta 0 weten is de Verdet-constante weten. Dat is wat hier gebeurt. Dat vul ik in mijn bovenste uitdrukking in. Dan hou ik dit over. Belangrijk dingetje. Kijk, ik had net overtuigd dat het di d theta was en theta is 0. Maar nu vermenigvuldig het met d theta db en b is 0. Dus eigenlijk neem ik hier de afgeleide van in di db en b is 0. Zien we hem? Nou, nu moet ik dit nog vertalen naar een spanning. Ja, op deze manier. Dus mijn uiteindelijke uitdrukking is dit. Nu staat er dv, di, di, d theta, db. Dus eigenlijk staat die tweede term, staat daar dv, db. En b is 0, keer sinus omega t. Ik doe dit zo expliciet om aan te sluiten met wat we eerder gezegd hebben. Dit is onze dc-component, hè, dat we net al gezien. Dat andere is onze ac-component, dus die tweede term, dat gaan we meten met de log-in versterker. En die eerste term, die meten we met onze multimeter. Mijn blaadje is weer vol. Pakken we nu velletje. Dit is wat we hadden. Hè? Een DC-term en een AC-term. En die AC-term,
dat maten met de lock-in versterker, de referentiesignaal van het magneetveld, hè? De sinus omega t, hè? En dit maten we met een DC-multimeter. Nu, we zijn geïnteresseerd in die Verdet-constante. Dat zit hem in de AC-component. Hè? Dus dat signaal willen we zo groot mogelijk hebben. Die willen we zo nauwkeurig mogelijk meten. Dus we gaan die rotatiehoek, hoofdletter omega, zo kiezen dat die AC-term zo groot mogelijk is. De cosinus keer de sinus van die hoek, hè? Keer sinus omega t, moet zo groot mogelijk zijn. Nou, hoe doe je dat? Dus differentiëren naar hoofdletter omega, hè? En dan gelijkstellen 0. Hè? En dan kom je erachter dat het bij 1/4 pi is. Dat is de reden waarom die tweede polarizer, hè, onder een hoek van 45 graden moet staan met de oorspronkelijke polarisatierichting van het licht. Dan is namelijk het signaal zo groot mogelijk, het AC-signaal zo groot mogelijk. En dat had te maken met het feit dat in de wet van Malus, hè, daar de helling het steilst was. Dat veroorzaakte dat. Dat je daar de grootste gevoeligheid had voor veranderingen. Daarom deed je dit. Ik neem aan dat dit differentiëren dat het iedereen wel lukt, maar laten we het toch even snel voor je opschrijven. Ja. Dus wat moet ik doen? Differentiëren naar omega. Geef me dit. Gelijkstellen aan 0. En dit is een vergelijking die je kan oplossen. Hè? Ja, en die sinus kwadraat kan ik schrijven als een 1 min cosinus kwadraat. We halen alle cosinus naar de ene kant. Dus 2 cosinus kwadraat is 1. Delen door 2, cosinus kwadraat is 1/2. Dus cosinus is 1/2 wortel 2, ja? Plus of min 1/2 wortel 2. En dat geeft me die 1/4 pi. Zo deed je dat. Even heel snel door de bocht. Terug naar onze vergelijking. Dat is de AC-component. Ik had mij net overtuigd dat de maximale waarde dat ik dat vond voor hoofdletter omega is 1/4 pi. Als die tweede polarizer om de hoek van 45 graden staat. Dus dat mag ik nu invullen. Denk eraan in die theta 0. Daar zit mijn Verdet-constante verstopt. Die wil ik weten. En dit is dan straks het ingangssignaal voor onze lock-in versterker. Ja, als referentiesignaal nemen we die sinus omega t van het magneetveld. De uitgang van het signaal van onze lock-in versterker is nou dit. Nou, die 1/2 wortel 2, dat weet je, dat komt van die root min square. Hè? Maar je ziet nog een ander ding, hè? Ik ben een minteken kwijtgeraakt. Dat heb ik gedaan door de lock-in versterker een extra fasedraaiing van pi te geven. Dan maak ik van alle min een plus. Zo heb ik dat gedaan. Maar nog steeds staan er constantes tussen, waarvan je de waarde niet weet. Hè? Hier zit die Verdet-constante verstopt, hè? Die theta 0. Die D en die B die zijn niet erg. Het gaat mij over die beta en die I 0. Daar kan ik niks mee. Hè? Die moet ik nog op een of andere manier kunnen bepalen. En daarvoor gebruik je de DC-component. Dat was dit, weet je nog? Doe ik hetzelfde wat ik net deed, hè? Die hoofdletter omega, dat was 1/4 pi. Dat mag je nu invullen, hou dit af. Dus die DC-component is evenredig met de R, een waarde die ik weet, die beta en die I0. Precies die twee dingen die je moest weten. Dan gebeurt er iets moois. Als ik die lock-in-spanning deel door de DC-spanning, hou ik netjes op een factor wortel 2 pi na die theta 0 over. Nou, die theta 0, hè, dat was niks anders dan de Verdet-constante keer d keer b. Dus ik kan nou schrijven, die Verdet-constante is dit, de uitdrukking die we moesten bewijzen. Ja? Dus door de spanning van de lock-in te delen door de spanning van de multimeter, ja, heb ik iets wat evenredig is met die Verdet-constante en die evenredigheidsconstante. Er zitten b en de d in, dingen die ik weet en de wortel 2, daar maak ik me al helemaal geen zorgen over. Dit laatste is een typisch voorbeeld hoe zo'n lock-in versterker in de werkelijke wereld en volwassen experimenten
door echte experimentatoren gebruikt wordt. Hopelijk heb je de redenatie kunnen volgen. Hé, het gaat je goed. We spreken elkaar weer.